Dag allemaal. De Nederlandse gulden, het Britse pond en de Franse frank, die schaffen we af. Klinkende Europese EQ's, die moet je hebben. Lubbers, Kool en Mitterrand kunnen ander werk zoeken. De regering van Europa krijgt het voor het zeggen. Nou, zover is het allemaal nog niet, maar het gaat wel die kant uit. Maandag en dinsdag moeten erover in Maastricht al belangrijke beslissingen worden genomen. Minister-president Lubbers kwam vandaag aan in Limburg en wil voordat de eurotop maandag begint nog links en rechts met wat mensen vergaderen. Op de top zullen de regeringsleiders van de 12 landen van de Europese gemeenschap met elkaar overleggen over vragen zoals wat gaan we met elkaar doen en wat blijft ieder land voor zich doen? De landen van de Europese gemeenschap werken nu al samen, bijvoorbeeld op het gebied van de handel. Maar, zo vinden de meeste landen, die samenwerking moet uitgebreid worden. Met z'n allen krijgen we meer voor elkaar. Neem bijvoorbeeld het milieu. De luchtvervuiling is voor alle Europese landen een groot probleem. Behalve de auto's veroorzaken ook de vieze fabrieken in de EG vervuiling. Stel nu dat Nederland en Duitsland beslissen, onze fabrieken gaan schoner werken. Dan helpt dat nog niet veel, want de vieze lucht uit de andere landen waait toch over naar Nederland en Duitsland. Nou, deze moeilijkheden zouden opgelost kunnen worden door een soort Europese regering, die beslissingen kan nemen over problemen die alle landen aangaan. 11 EG-landen, waaronder Nederland, zeggen ja, een goed idee. Alleen Groot-Brittannië is er niet voor. Nee, zeggen ze daar. Wij willen alle beslissingen in eigen hand houden. Dat wordt dus nog heel wat vergaderen maandag en dinsdag. Intussen bereidt Maastricht zich voor op de top. Test 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Amsterdam en Rotterdam zullen groen zien van jaloezie. Want de komende dagen wordt Maastricht even de hoofdstad van Europa. Er komt hoog bezoek. De leiders van 12 Europese landen. En die heb je natuurlijk niet elke dag over de vloer. En als er nu te veel ruzies komen, dan worden er in Limburg misschien belangrijke beslissingen genomen over één Europa. Over de stoelen, de tafel, over alles is lang nagedacht. Vooral over die tafel. Die moest helemaal uit Den Haag komen, omdat die per se rond moest zijn. Want elk land wil op zo'n vergadering even belangrijk lijken. Liefst aan het hoofd van de tafel zitten. Nou, dit is de plek van minister-president Lubbers. Hij is voorzitter van de vergadering. En dit wordt het kamertje waar hij tussen de vergaderingen door even kan werken. Als ik hier opsta, dan wordt deze stoel nog even afgestoft en dan gaat hier minister-president Lubbers zitten. De bedden van de regeringsleiders zijn als het goed is al uitgeprobeerd door proefslapers. En in Château Nierkamp krijgen de leiders een lunch, samen met de koningin. Het koninklijk bestek en de tafel worden nog gebracht. Wij gaan hier een driegangenmenu serveren. Vis voorgerecht, hoofdschotten van vlees en een dessert. Een toetje. Een toetje. En dat wordt op een andere manier geserveerd dan normaal het geval is in een restaurant. Dat is een hele officiële manier. En daar is een plateau waar dus het hoofdgerecht op ligt. En dan mogen de gasten die hier aan tafel zitten, mogen kiezen wat ze willen eten. Dus als ze iets niet lusten, dan kunnen ze het laten staan? Ja, daar komt het wel op neer. De Maastrichtenaren blijven er nuchter onder. Maar een beetje trots zijn ze wel. Nou, ik vind het wel leuk voor Maastricht. Waarom? Ja. Nou, omdat dat opeens de hele wereld volgens mij naar Maastricht komt. Je hoort iedere dag op het journaal Maastricht. Ik ben er best trots op. Ook de cafés van Maastricht zijn Europees geworden, in de stijl van 12 landen. Denemarken met een levende zeemeermin. En voor het Ierse café staan zelfs schapen voor de deur. Maar 3 schapen komen pas zondag. Die laten, net als de belangrijke gasten, nog even op zich wachten. Morgen komen de meeste hoofdrolspelers in Maastricht aan en maandag barst het los. Meer dan 1500 journalisten uit de hele wereld zullen de gesprekken over de toekomst van Europa op de voet volgen. Morgen is het net als vandaag een droge, maar bewolkte dag. De temperatuur loopt uiteen van 7 graden aan de kust tot maar 4 graden in Limburg. Tot zover het nieuws. We gaan nu verder met extra, met nog veel meer over Europa.
de Verenigde Staten van Europa. Komen die er of komen die er niet? Maandag en dinsdag op de Eurotop in Maastricht praten regeringsleiders en ministers van de 12 landen van de Europese gemeenschap daarover. Als het ze lukt om het met elkaar eens te worden, dan kan onze toekomst er wel eens heel anders uit gaan zien. Ook het Jeugdjournaal. Euro Satellite presents on Euro Channel 6, het Jeugdjournaal in de Nederlandse taal. Goedenavond, het nieuws van 7 december 2011. 360 miljoenste inwoner. Europese regering wil één officiële taal. En ruzie over Nederlandse kaas. In de provincie Denemarken is vanmorgen de 360 miljoenste inwoner geboren van de Verenigde Staten van Europa. Søren is het tweede kind van de familie Jensen uit de Deense plaats Kverndrup. Namens de Europese regering heeft de burgemeester van Kverndrup een spaarrekening van Søren geopend bij de Europese Centrale Bank. Op vergaderingen van de Europese regering mag voortaan maar één taal worden gesproken. De vertegenwoordigers van de 12 Europese provincies, van Denemarken tot Portugal, spreken op vergaderingen nu meestal nog hun eigen taal. Daardoor begrijpen ze elkaar vaak niet en het kost veel tijd om alles te vertalen. Binnenkort is dat dus afgelopen. Nog deze maand wordt beslist wat de officiële taal wordt van de Europese regering, Engels of Duits. De Nederlandse kaas moet vierkant worden. Dat heeft de Europese minister van Handel vandaag bekendgemaakt. Er is al jaren oneenigheid over de Nederlandse gewoonte om ronde kazen te maken. Volgens de Europese regering is dat onhandig en onvoordelig bij de opslag en het vervoer van de kaas. Maar de Nederlandse kaasmakers waren niet op andere gedachten te brengen. De minister van Handel heeft nu de knoop doorgehakt. Vanaf 1 januari 2012 moet de Nederlandse kaas vierkant zijn. Overdreven of niet, komt er één Europese regering die dit soort besluiten kan nemen, of blijft de Europese gemeenschap een clubje ruziënde landen bij elkaar? Over het Europese geld is al een beslissing genomen. De gulden, de mark, de frank en de lire, ze gaan allemaal verdwijnen. Per 1 januari 1999 worden ze vervangen door één Europese geldsoort, de EQ. Nog eerder gaan de grenzen open tussen de 12 landen van de Europese gemeenschap. Al op 1 januari 1993. Je hoeft dan in geen van die landen je paspoort meer te laten zien als je de grens overgaat. Vrachtauto's hoeven zich niet meer te melden bij de douane en je kunt net zo makkelijk een bankrekening openen in Duitsland als in Nederland. Deze week is ook besloten dat er een Europese politie komt, Europol. Belangrijkste taak van Europol wordt het bestrijden van groepen misdadigers die niet in één land actief zijn, maar in heel Europa. Bijvoorbeeld drugshandelaren. Frankrijk en Duitsland hebben zelfs al een begin gemaakt met een Europees leger. Als ook de andere landen daaraan mee gaan doen, zal dat leger moeten gaan zorgen voor de veiligheid van het Verenigd Europa. En dat is pas het begin. De regeringen van de 12 Europese landen hebben grotere plannen. Ze willen dat alle 340 miljoen inwoners van de Europese gemeenschap dezelfde rechten en plichten krijgen. De landen zelf moeten een soort provincies worden van een Verenigd Europa. Er komt een nieuw biljet van 500 EQ. Het wordt een ontwerp van meneer Den Hollander uit de provincie Nederland. Vroeger stond Nederland bekend om zijn mooie bankbiljetten. De zonnebloem, de snip en de vuurtoren. Het ging toen nog om guldens. Het ontwerp voor het nieuwe EQ-biljet is al bijna af. Er wordt alleen nog ruzie gemaakt over de afbeelding die erop moet komen. De provincie Frankrijk wil graag de Eiffeltoren, maar de Belgen zijn erg voor mannekepis. Meneer Van Mierlo, u bent leider van D66, lid van de Tweede Kamer voor die partij. Misschien straks Europees politicus. Wat is het voordeel van één munt als we bijvoorbeeld de gulden vervangen door de EQ? Nou, dat is hetzelfde voordeel als we nu op dit moment hebben. Dat je in alle Nederlandse provincies, in Friesland en in Limburg en in Zeeland, allemaal met één munt kunt betalen. Dat je niet geld hoeft te wisselen als je van Limburg naar Friesland gaat. En zo hoef je straks zelfs niet meer geld te wisselen als je naar Parijs gaat of naar Madrid of naar Lissabon. Want dan kun je overal met datzelfde biljet betalen. Dat is een groot voordeel. De Europese regering heeft besloten dat automobilisten nog meer moeten gaan betalen voor het milieu.
Er komt een extra belasting op brandstof voor auto's. Benzine en diesel worden heel wat EQ's duurder. Met dat geld wil de regering de luchtvervuiling in de Verenigde Staten van Europa harder gaan aanpakken. Krijgt een Europese regering zoveel macht dat ze dit soort besluiten kan nemen? Nou ja, dat is natuurlijk de vraag die op dit moment in Maastricht aan de orde is. Die fantasie die u hier voortovert van de Verenigde Staten van Europa is voor een heleboel mensen een nachtmerrie. En de angst dat de landen niet meer baas in eigen huis zijn, is voor velen zo groot dat daardoor dat doel om tot zo groot mogelijke samenwerking te komen veel hindernissen ondervindt. Denkt u dat wij straks nog wat te zeggen hebben in ons eigen land, dat het zo ver gaat? Ja hoor, ik denk dat we nog heel veel, te zeggen zullen hebben over zaken, maar over een heleboel andere zaken die we ook niet kunnen oplossen alleen, zoals bijvoorbeeld milieuproblemen, daar zal de baas in Brussel zitten, zeg maar. Verenigd Europa maakt ons alleen maar armer. Met die leuze gingen tienduizenden Grieken de straat op in hun provinciehoofdstad Athene. Ze zijn woedend op de regering in Brussel. Die beloofde dat het verschil tussen arm en rijk kleiner zou worden in de Verenigde Staten van Europa. Daar merken we niks van, zeggen de demonstranten. In provincies als Duitsland en Nederland worden de mensen steeds rijker, maar wij zijn nog even arm als vroeger. Er is nu een groot verschil tussen het arme zuiden van Europa en het rijke noorden van Europa. Kan dat verschil kleiner worden in een verenigd Europa? Ja, dat kan zelfs makkelijker in een verenigd Europa dan wanneer we Europa niet zouden verenigen. Het is zelfs een van de redenen waarom we Europa willen verenigen. Om beter te kunnen zorgen voor alle Europese burgers. De bedoeling is dat we door beter voor elkaar te zorgen met z'n allen meer welvaart hebben. En dat betekent dat je... Ja, dat er toch regels moeten worden afgesproken waardoor de rijke landen die wat minder rijke landen meer in staat stellen om die achterstand in te lopen. Daar gaat het ook in Maastricht nu over. Landen als Spanje en Griekenland die stellen op dit punt flink hun eisen en zeggen we willen wel verder met het verenigen van Europa, maar dan moeten jullie ook aan dit punt denken. Grote ravage in een gebouw van de Europese regering in Brussel. Daar ontploften vannacht 3 bommen. De actiegroep Red Nederland heeft in een telefoontje laten weten dat zij de aanslag heeft gepleegd. De actiegroep is bang dat de Nederlandse taal en typisch Nederlandse gebruiken, zoals Sinterklaas, in het Verenigd Europa helemaal verdwijnen. Moeten we daar bang voor zijn dat de Nederlandse taal en cultuur gaat verdwijnen? Nou, we moeten ervoor zorgen dat het niet gebeurt. En daar hoeven we ook niet zo verschrikkelijk bang voor te zijn als we daarvoor zorgen. Als we samenwerken, dan betekent het dat we voor alle mogelijke zakelijke dingen samenwerken. Maar de landstreken, dat wat dan nu de landen zijn, behouden hun eigen cultuurgoed. Natuurlijk. Alleen, je zult het in de gaten moeten houden. Dat doet ook iedereen, dat wil ook iedereen. En onze koningin, hoe moet het daarmee? Die blijft voorlopig koningin. Wat gebeurt er nu als het mislukt daar in Maastricht? Krijgen we dan geen Verenigd Europa? Dan duurt het langer. Dan duurt het langer en dan is te hopen dat de mensen niet in paniek raken. Maar als het echt mislukt, dan lopen we met z'n allen schade op. Ik denk dat niet. Het hoogstens krijg je een tegenvaller dat iedereen zegt, hè, er had meer uit moeten komen. En dat betekent dan dat het langer gaat duren. Wat denkt u dat er gebeurt? Ik denk dat het misschien wat langer gaat duren. Dat was het voor vandaag. Maandag is er weer een Jeugdjournaal in de Nederlandse taal.
Dit zijn acteurs van De Wereld van Ludovic, een tv-film die volgend jaar in Nederland en diverse Europese landen te zien zal zijn. De Belgische Matthias Koppens en de Nederlandse Bella van Meel zijn uitgekozen voor de hoofdrollen. Kimmichel? Actie? De film gaat over een jongen die leeft helemaal in een andere wereld, fantasiewereld met draken en vleermuizen en zo. En die wordt verliefd op een meisje, Sophie, dat ben ik dus. En eerst wil ik er niks van weten en doe ik van nee, laat me met rust, maar ik vind het eigenlijk wel leuk. En dan word ik ook verliefd op hem. En onze ouders die begrijpen dat eigenlijk niet en die worden heel kwaad. Gebeurt er helemaal in dit huis? Weet je wel wat je dochter uitspookt? Matthias en Bella hebben vrij van school. Wel krijgen ze privéles. In totaal voor 23 draaidagen, zoals dat heet in filmtaal. Een draaidag begint dat je dus vroeg op moet staan soms. En soms mag je ook uitslapen als je de dag van tevoren laat naar bed bent gegaan. Dan word je daar naartoe gebracht. Ja, dan kom je daar binnen, even iedereen goeiedag zeggen. En dan moet je je kleren aandoen. Daar heb ik kleedster voor. Die legt ons alles klaar en zo. En dan worden we geschminkt. Dan pas kunnen de repetities beginnen. De regisseur geeft aanwijzingen. Oké, Matthias te traag, Matthias te traag. Zeg het meteen naar boven. Langzaam die trein op, Matthias. Kom maar, langzaam. En binnen, kom op. Oké, prima. Wat me bij deze beide kinderen opvalt, is dat ze daar praktisch of geen moeite mee hebben. Dat ze heel spontaan en heel direct in scènes kunnen stappen. En ook, wat erg leuk is, ook nog meedenken. Je ook zo nu en dan nog attenderen op iets wat niet klopt. Dat ik denk van, ja, ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Ja, die beroemde acteurs. Ik had één, ik kende ze allebei eigenlijk nog niet toen ik het hoorde. Peter Tuinman, die heb ik pas op de set leren kennen. Maar het is heel leuk om ermee te spelen. Het is een hele ervaring. Matthias en Bella zijn er al jaren van overtuigd dat ze acteur willen worden. Daar hebben ze alles voor over. En actie! Nou ja, die bus voor de koningin, dat was natuurlijk nog niks. Als jullie die bus zouden ontwerpen, dan zou die veel mooier zijn. Kijk, zo'n KKB, koninklijke bus alleen al, zou er eigenlijk als een soort kroon uit moeten zien, vindt Astrid uit Vlijmen. En jullie eigen bus zou in ieder geval niet saai zijn. Femke hoopt nooit meer in een saaie bus te zitten. Thijs wil vooral een gezellige bus. En Willem een volle. Als kinderen deze bus zien, dan zeggen ze tegen hun vader en moeder, mama, we willen in die mooie bus. Zo maken er weer heel wat meer mensen gebruik van het openbaar vervoer, schrijft hij. Bussen moeten ook milieuvriendelijk zijn. Zo rijdt deze bus van Rinsen op afval. Hij eet het zelfs. En Matthias' bus ziet er normaal uit, maar rijdt op zonne-energie. Sommigen bedachten een bus voor een speciaal doel. Zo wil Lotte een Twi-Twi-bus, oftewel een kinderfeestjesbus. Bas tekent een hele mooie jeugdjournaalbus. Hij zou hem wel graag willen hebben. Nou, wij ook wel, Bas. En aan de bus van Rosalie kun je goed zien waar ze van houdt. Niet alleen de buitenkanten van de bus zijn minder saai. Ook van binnen verandert er van alles. Jullie willen eigenlijk het liefst een soort huis op wielen, maar wel met lekker veel luxe. Uit de kraan van Riksbus komt bijvoorbeeld spa of cola. En veel bussen hebben ook een zwembad of een glijbaan. Even willen ronden. En als je klaar bent met zwemmen, doe je er een deksel op waar je zo overheen kan lopen, schrijft ze. En behalve een zwembad is er volgens velen van jullie een wc, een tv, een bar en muziek uit de stereotoren. Sommigen willen zelfs een heuse discobus. En dan zijn er nog van die voertuigen die zelf iets speciaals kunnen. De bus van Sander uit Enschede is heel slim. Hij stijgt op als hij een file ziet, want hij kan namelijk niet tegen zo lang stilstaan. Ook de bus van Cecilia en Fiona kan vliegen. Verder kunnen er 10 mensen mee en wij bepalen wie dat zijn, zeggen ze. Jelle wil een oorlogshulpbus om gewonden uit gevechten naar het ziekenhuis te brengen. Als hij wordt beschoten, schiet hij terug. En wie weet zie je in 2011 deze spacecar van Walter wel rondrijden.
De vraag voor de volgende week gaat over uiterlijk. Deze week zag je in het Jeugdjournaal hoe de mensen in het nieuwe Walt Disney Park bij Parijs nu al ruzie hebben over wel of geen make-up, lange haren, kleren. Heb jij wel eens ruzie met je ouders over je uiterlijk? Of mag je zelf bepalen hoe je eruit wilt zien? En hoe zie je er dan uit? Stuur je brief en tekening naar het Jeugdjournaal Extra, postbus 1973, 1200 BZ in Hilversum. Dit was het voor vandaag. Morgen hebben we een vrije dag, maar maandag om 6:30, dan zijn we er weer met een gewoon jeugdjournaal. Tot dan. Dag allemaal.